Bauke Mollema uit, rechtstreeks uit Down Under. Dus het is een flink tijdverschil. Het is daar lekker in de avond. Wij zeggen dan goedemorgen, maar voor jou is het goede avond. Hoe gaat het met je? Hoe gaat het daar Down Under? Ja, ik ga bijna naar bed zo. Het is tien uur later dan bij jullie. Het gaat goed. De Tour Down Under zit er inmiddels op. 6 dagen gekoerst alweer. En mooie koers. Voor het eerst dat ik hier was in deze wedstrijd. En dat is wel goed bevallen. Ging eigenlijk ook redelijk goed de koers zelf. Laatste dag nog in de top 10 kunnen finishen. En ik was niet ontevreden. Ja, maar wat bezielde je eigenlijk om daar naartoe te gaan, naar Australië? Want daar heb je ook nog nooit in je carrière eerder gereden. Dus ja, waarom deed je dat? Ik had er zelf om gevraagd inderdaad bij de ploeg. Meerdere redenen eigenlijk. Ik hoorde van veel renners dat het sowieso een hele mooie koers was. Een mooie trip om hier een keer naartoe te gaan. Ik was dus al 15 jaar lang mijn hele carrière altijd januari op trainingskamp geweest in Spanje. En dat had ik ook wel een keertje gezien. Dus gevraagd of ik hier mocht rijden. Lekker vroeg beginnen met koersen. En ik heb er geen spijt van gekregen, moet ik zeggen. Het is echt een goed georganiseerde wedstrijd. Wel korte etappes, maar gewoon lekker weer erbij. Goede organisatie en een goede sfeer. Dus het is zeker goed bevallen. Ja, en hoe ging het in de koers? Want je bent een paar keer kort geëindigd. En ook in het eindklassement eindig je op de 15e plek. Dus wat dat betreft zit de vorm ook wel redelijk oké, toch? Ja, ik had nog iets hoger willen eindigen, liever natuurlijk. Maar ik had vorig jaar best een moeilijk jaar. Dus ik wist ook niet echt waar ik stond vorige week toen ik hier aan begon, aan deze wedstrijd. Maar eigenlijk ging het elke dag gewoon goed in koers. En Willunga Hill is echt de scherprechter hier. Een hele explosieve beklimming van een minuut of 7. En die jonge mannen die reden knijterhard weer omhoog, zoals in elke koers tegenwoordig. En ik probeerde mijn wagonnetje zo lang mogelijk aan te haken. En dat is redelijk gelukt. En ik denk dat ik niet mag klagen in ieder geval over de vorm. Maar op dit moment, ik heb wel een goede winter kunnen draaien. Ja, en je zegt zelf, jonge mannen, er reed daar een hele jonge man rond. Isaac Del Toro. Ik denk dat dat wel een revelatie gaat worden. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, dat is hij nu denk ik al. Hè. Je eerste World Tour koers meteen een etappe winnen. En wat werd hij? Ik geloof podium of top 5 ook nog in het klassement. Ja. Dus ja, dat is weer zo'n nieuw talent waar ze die weer vandaan hebben gevonden. Dat is tegenwoordig al die jonge mannen die staan er meteen. Hè. Dat is echt wel bizar eigenlijk. Dat is toch wel anders als 10, 15 jaar geleden. Of de periode dat ik pro werd. Maar ze doen het goed. Ze worden gewoon heel goed begeleid. En niet alleen hij, maar ook andere jonge renners die hier meteen al, zoals die Only van DSM, die wint op Willunga Hill, die is ook nog hartstikke jong. En ook nog die Steven Williams trouwens, de eindwinnaar. Dus genoeg jonge mannen die we de komende jaren nog wel gaan zien, denk ik. Ja, en er is ook nog een overeenkomst met Del Toro en jou. Is allebei de winnaar geworden van de Tour de l'Avenir. Dus wat dat betreft kan die nog wel een goede lange carrière tegemoet zien, denk ik. Ja, dat zou zeker kunnen, ja. Ik voel me vergeleken met dat soort mannen, daar voel ik me wel een beetje oud worden natuurlijk. Ik denk, sommige van die renners die zouden bijna mijn kinderen kunnen zijn, bij wijze van. Maar dat is heel lang geleden inderdaad dat ik Tour de l'Avenir nog heb gewonnen. Maar je ziet inderdaad wel vaak dat de renners die daar winnen ook daarna wel bij de profs goede resultaten neer kunnen zetten. Ja, je zei net, je wilde vroeg beginnen aan het seizoen, ook met wedstrijden gewoon echt rijden. Hoe ziet de rest van het voorjaar bijvoorbeeld voor jou uit? Jij gaat volgens mij heel veel heuvelklassiekers rijden dit jaar. Dat is ook weer de bedoeling inderdaad. De Waalse klassiekers en Baskeland daarvoor, die staan weer op mijn programma. Waarschijnlijk ook Parijs-Nice in maart en na Down Under als ik thuis kom. We rijden eerst nog volgende week, of deze week trouwens, hier nog 2 andere wedstrijden. Dus over een dag of 10 dan kom ik thuis en dan heb ik echt wel een paar weken tijd om een beetje te acclimatiseren en een goed trainingsblok te doen. En dan eind februari 2 Franse klassiekers nog rijden. Droom Ardèche Classics. En dan dus Parijs-Nice en daarna toewerken naar de heuvelklassiekers dit jaar. Heb je daar nog doelen voor gesteld of ben je inmiddels zover dat je echt gewoon puur in dienst gaat rijden van de ploeg?
Ja, zeker. Dat is wel het plan. Want we hebben echt een hele sterke ploeg dit jaar. Er zijn heel veel goede renners bijgekomen. Nou, vorig jaar hadden we trouwens al Skelmoos en Ciccone die in die heuvelklassiekers echt goed meededen. Allebei ja, top 5 een podium reden in de Waalse Pijl. En ook in Luik bij de beste 10 meededen. Bagioli, een Italiaan, die is er nog bijgekomen. En ja, die is denk ik ook van dat niveau. Die moet ook ja, dat soort koersen misschien kunnen winnen in de toekomst. Dus nee, ik ken mijn rol en ik hoop die mannen gewoon zo goed mogelijk bij te staan in die koersen met mijn ervaring. Is dat ook inderdaad voor jouw gevoel een hele andere rol die je nu oppakt? En lukt dat ook? Nou ja, dat moet blijken. In deze koers hier in Down Under ja, kon ik nog wel enigszins voor mijn eigen kans gaan. In ieder geval ja, rijd je niet met een uitgesproken kopman. Ja, niet zoals een Skelmoos of straks Tao Gegenhardt, die de beoogde kopman is voor de Tour. En ja, dat is nog wel een ander niveau natuurlijk. En ja, ik ben wel benieuwd of ik die. Ik kijk hiervan uit om daarvoor te gaan. En maar op die manier te ontwikkelen. En hopelijk kan ik die mannen zo lang mogelijk bijstaan in die belangrijke koersen. Maar hoe doe je dat dan in de koers? Want ik bedoel, normaal gesproken wil je altijd zo ver mogelijk vooraan zitten. Nu zit je denk ik eerder in de koers vooraan en geef je meer aanwijzing van, ja, dit gaat er nog komen, dat kan er gebeuren. Nou, wat er komt, dat weten de renners zelf natuurlijk ook wel. Maar het is meer gewoon ja, dat je rol misschien iets in de koers. Ja, dat je zeg maar aan de bak moet. Of renners uit de wind houden of afzetten voor beklimmingen. Of ja, op kop rijden. Het kan in verschillende rollen natuurlijk zijn. En ja, je moet natuurlijk nog steeds 100% in vorm zijn. Kijk, het is niet dat je ineens veel minder hoeft te trainen of anders hoeft te trainen. Nee, je wil nog steeds gewoon je eigen topniveau halen. En dat is tegenwoordig natuurlijk ook nodig. Om nog steeds in die finales te komen en in ieder geval zo lang mogelijk dan je werk te kunnen doen, op welke manier dan ook. Ja, en het is sowieso bij jullie natuurlijk dringend geworden om misschien ook de Tour of de Giro überhaupt te halen. Hoe denk jij voor jezelf daarover? Natuurlijk, je wil die andere rol pakken, maar ook daar is het denk ik best wel dringend voor. Ja, nee, zeker, zeker. Dat is zo. De Giro zal ik in ieder geval niet gaan rijden dit jaar. Die sla ik over. Dat is vorig jaar niet echt bevallen, moet ik zeggen. Ook met dat slechte weer toen in Italië. Daar ben ik niet zo liefhebber van. Maar ja, de Tour zou ik heel graag erbij zijn. Maar ja, dat zal niet eenvoudig worden. Er is veel concurrentie. Er zijn echt veel goede renners bijgekomen, ook in de breedte. Ja, sterke mannen erbij, zoals een Sam Omen, zoals Carlos Verona. En, ja, genoeg renners, zeg maar, die hard bergop kunnen fietsen. En ja, die de kopman in de Tour ook goed bij kunnen staan. Dus ja, ik moet gewoon zorgen dat ik zelf op het topniveau zit. En ik ga in principe de voorbereiding doen. Ja, richting de Tour. Met hoogtestage en dan een Dauphiné of Ronde van Zwitserland. En ja, daarna gaan we kijken hoe goed de vorm precies is. Ja, Lidl is sowieso een grote sponsor in het wielrennen erbij gekomen. Merk je überhaupt dat de ploeg daardoor aan het veranderen is? Van een hele goede ploeg naar misschien nu wel een topploeg? Nou, dat is zeker de ambitie inderdaad. En nou ja, je merkt het natuurlijk dat aan de renners die erbij komen. Ja, er komen weinig jonge renners bij. Of renners die echt ja, van een minder niveau, of die je niet kent, zeg maar. Echt veel kopmannen zijn er natuurlijk bijgekomen. Ook nog een Jonathan Milan, echt een hele goede sprinter. Een Italiaan die erbij is gekomen van Bahrein. Theo dus daar merk je het aan, maar ook in de breedte. Ja, zeker, zeker. En ook in de breedte merk je wel, in de omkadering eigenlijk zijn wat trainers bijgekomen. Gaan meer eigenlijk nog met voeding doen. Ja, er is ook meer budget. Lidl die investeert echt flink in de ploeg. En die spreken ook echt als ambitie uit dat ze de beste ploeg willen worden. En ja, dat is natuurlijk niet in één jaar meteen gedaan. Maar dat is echt een lange termijns proces. En ja, dat is wel echt heel mooi om daar deel van uit te maken. Ja, ik denk dat dat ook wel mooi is om mee te maken. Dat je inderdaad wel in een wat kleinere ploeg bent begonnen. Waar meer jij je kans hebt gekregen. En dat er nu ja, een ploeg ontstaat die echt mee kan spelen met de grote ploegen. Met Jumbo, met Ineos, met de UAE-formatie.
Ja, nee, zeker. Dat is absoluut het doel. En ja, afgelopen jaar hadden we eigenlijk ook al een heel goed jaar. Ik geloof dat we vijfde werden in de World Tour. Wat al voor ons ja, de beste klassering in ieder geval was van de laatste nou ja, vijf tot 10 jaar, denk ik wel. En ja, het is wel echt het doel in de komende jaren dat te verbeteren. En inderdaad die stappen ja, naar een Jumbo en naar een UAE te gaan maken. Je 17e seizoen, hè, Bouke? Je 17e seizoen. Oi, oi, oi. Dat is wel echt een flinke tijd. Ja. Ben je het al beu of heb je er gewoon echt voluit zin in? Nee, ik heb er veel zin in. Ja, ik had deze winter echt weer moraal ja, om hard te trainen. Ook om hierheen te gaan. Ja, dan ziet de maand december er toch wat anders uit. Wat intensiever al trainen. Wat anders dan andere jaren. En ja, dat is denk ik ook wel goed. Soms even wat anders doen. Even net ja, wat verfrissing, zeg maar. Ik heb ook een nieuwe trainer deze winter nog bij de ploeg gekregen. En dat werkt eigenlijk ook wel goed. Doe je net wat andere oefeningen en andere trainingen. En ja, dat is toch wel verfrissend soms. En op die manier ja, probeer de lol erin te houden. En dat is eigenlijk goed gelukt. Ik ben nog altijd gemotiveerd om er het beste van te maken. Jij zit nog lekker in je 17e seizoen. Je hebt er zin in. Maar wordt thuis nog geroepen van... joh, kom eens gewoon normaal naar huis. Of mag je nog even? Nee, ik mag nog wel even. Dat zijn ze thuis natuurlijk inmiddels ook wel gewend. Ze weten niet anders dan ik altijd aan het koersen ben of aan het trainen. En, nee, ik probeer wel zoveel mogelijk thuis te zijn en niet onnodig op trainingskamp te gaan. En, ja, ik ben ook graag thuis bij de familie natuurlijk. Maar deze trip die paste daar goed in. En, ja, het lijkt heel lang, 3 weken in Australië. Maar uiteindelijk, vorig jaar had ik gekeken, had ik ook 12 dagen trainingskamp gedaan in januari. En dan deed ik in februari Valencia en Algarve. Dus bij elkaar was ik nog meer dagen van huis dan dit jaar. Dus dat komt wel goed. En niet bang voor een jetlag nog? Nee, daar ben ik niet zo bang voor. Nee, dat zijn we wel gewend. En meestal als ik thuis kom, dan zit ik meteen weer in het ritme. Goed zo. Nou, dankjewel Bouke. En nou ja, succes daar nog met de wedstrijden die je gaat rijden. En de rest van het voorjaar. Ja, dankjewel.